Het is niet alleen de nacht, het is vaak ook de dagen voorafgaand en de dagen achteraf. We zien heel veel kinderen rond de 10, 15 jaar met wat ik dan maar noem kruidletsel, klein letsel, waarbij kruiddeeltjes zich op het oog vastgezet hebben. Die moeten er wel uit. Dat is voor een kind geen prettige behandeling, maar het kruid moet eruit, anders beschadigt dat permanent het oog. Wat we op de avond zelf tegenkomen is vaak een wat groter letsel, met name bij vuurpijlen, potten die omvallen. En dan zien we echt soms hele nare afwijkingen aan de ogen. Voorkomen is beter dan genezen. En dus geeft de oogarts een paar tips. Het belangrijkste advies is om binnen te blijven. Want je moet niet vergeten dat van de oogletsels, het aantal oogletsels de helft betreft omstanders die van niks wisten en gewoon buiten keken. Dus binnen blijven is het beste advies. Als je toch naar buiten wil, zet een vuurwerkbril op. Vuurwerkbrillen, daarvan is uitgerekend dat we 80% van de oogletsels kunnen voorkomen. Dit jaar mag al vanaf december licht vuurwerk in categorie 1 verkocht worden. Is dat vuurwerk dan wel veilig? Ik denk dat er een misverstand is dat licht vuurwerk minder kwalijk zou zijn. Omdat licht vuurwerk heel veel gebruikt wordt, zien we daar ook echt veel schade van. En dat betreft vooral kindertjes. Ondanks al die slachtoffers ieder jaar weer, voelt de politiek niets voor een verbod. Maar de oogartsen geven vooralsnog niet op. Ja, wij zetten er toch op in dat dat verbod er komt. Maar dat zal niet van vandaag op morgen zijn, ook niet dit jaar of volgend jaar. Ik denk als wij doorgaan met de ellende bekendmaken die uit het vuurwerk voorkomt, dat dat toch met een aantal jaren op een gegeven moment wel omslaat.